Welkom op deze spannende dag voor Ondernemend Noord-Holland. Vandaag worden namelijk de winnaars bekendgemaakt van de ondernemersverkiezing Noord-Holland 2018. En dat gebeurt allemaal hier in Haarlem bij de Philharmonie. Ik heb gehoord dat de bubbels al koud staan, dus laten we snel naar binnen gaan. Ja, en ook dit jaar zijn er weer 30 genomineerden en die zijn onderverdeeld in drie categorieën. MKB groot, MKB midden en MKB klein. En dan heb je ook nog eens de publieksprijs en daar maakt iedereen kans op. Ja, en de genomineerden hebben onlangs allemaal mediatraining gehad bij NH. En als het goed is weten ze dus precies hoe ze met deze microfoon moeten omgaan. Het liefst in drie zinnen: wie je bent, wat je doet, waarom je het doet. En dan is het soms wel handig als je weet wie er naast je zit, zodat je in elk geval er iets over kan zeggen en met een beetje geluk het gesprek weer terug kan kapen naar jezelf en je boodschap weer kunt verkondigen. Mocht je dan nooit de camera op je snuffert krijgen, dan weet je in elk geval wat je wel moet doen en wat je het beste niet kan doen. Van welk bedrijf bent u? Auger. Wij zijn van drukkerij Proja in Alkmaar. Fortis Resort Beemster. Ik ben van Tableau Industrial Robotics. Waarom moet u winnen? Ik denk omdat wij gewoon een bedrijf met enorm veel passie zijn. Nou, het is een uniek bedrijf omdat het in een fort is. En omdat we gewoon op jaarbasis echt zo'n 120.000 tot 140.000 gasten een fantastische dag beleven. Nou, het zou ten eerste een enorme opsteker zijn voor ons bedrijf. Maar met name ook voor onze mensen. Ik hoop dat wij in die top 3 zitten. Ja. En wat daarna gebeurt, geen flauw idee. Ja, en inmiddels is het idee in volle gang. Laten we even gaan kijken hoe het smaakt en hoe het staat met de zenuwen. Avond. Ja, we reden hierheen en toen dachten we ook van dit is gewoon een hele spannende avond en we doen zoveel mooie bedrijven mee, dus we wachten het gewoon af. Gezonde stress. Gezonde stress? Ja, natuurlijk. Ja, nu we hier toch zitten, dan hopen wij natuurlijk ook wel dat we de prijs winnen. En wat maakt uw bedrijf nou zo bijzonder? Wij zijn toch wel voorlopers op het gebied van duurzaam ondernemen. Ja, en degene die als geen ander weten wat een goede ondernemer in huis moet hebben om deze verkiezing te winnen, zijn de juryleden en die ga ik even opzoeken. Kijk eens, hier heb ik ze gevonden, de juryleden. Waar gaat u nou op letten vanavond? Ik ga letten op de manier waarop mensen echt zichzelf zijn op het podium bij de pitch, uiteindelijk, voor het laatste verschil. Ah, wat spannend. Ja. Echt een voorrecht ook, om in eerste instantie een kijkje te hebben in de keuken bij al die bedrijven. En nu om een fantastische prijs uit te reiken. En nog even kort, heeft u al een favoriet? Nou ja, ze waren echt wel alle heel goed hoor. Ik bedoel, we hebben natuurlijk een favoriet. Maar het ligt heel dicht bij elkaar. Drop the bass. Ondernemen is lekker zelf doen waar ik zin in heb. Ondernemen staat voor mij voor vrijheid, voor... En leren. Voor mij is ondernemen om met een fantastisch team om me heen elke dag weer mooie nieuwe producten te creëren. Ondernemen is elke dag bezig zijn met je hobby. Ja, de bel is gegaan en dat betekent dat het tijd is om naar de zaal te gaan. Oh,
Dank u wel. Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom hier in de Philharmonie. Van harte welkom in Haarlem. Van harte welkom op deze mooie avond. En ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb een beetje de hele dag al een soort van opgewonden gevoel. Gaat het goed met uw bedrijven? Ja! Komt dat vanzelf? Nee! Kijk, en dat is exact waar we het vanavond over doen. Want het gaat goed met uw bedrijven, anders zou u zeker niet zitten. Maar dat komt niet vanzelf. Daar moet u hard voor werken. Daar moet u mensen hard voor werken. Daar zult u veel mensen moeten inspireren en de juiste keuzes maken. En dat is ondernemerschap. En dat, dames en heren, gaan wij vieren met elkaar vanavond. De genomineerden in de categorie MKB Klein. Een van jullie van het duo mag pitchen bij die microfoon. Je hebt 45 seconden om aan te kondigen waarom jullie nou de rechtmatige winnaar moeten zijn. Samen begonnen met 100 gulden... De man. Wij zijn vaak de onzichtbare marketingpartij achter de MKB-ondernemer. We hebben zelf jonge kinderen, die willen zo gezond mogelijk op laten groeien. En dat begint uiteraard bij ons stukje vlees. De winnaar van de ondernemersverkiezing Noord-Holland 2018 in de categorie MKB Klein is geworden... Drukkerij Proja. Drukkerij Proja! Wij gaan naar de volgende ronde toe. En we gaan naar MKB Midden. Dat is dus alles tussen 11 en 100 FTE. Zijn pitches geoefend? Hij heeft het gedaan. Ja, oké, goed. Ik werkte in een restaurantje. De kok scheurde uit zijn broek. En ik dacht, ik raapte die broek op. Dat moet hipper en leuker kunnen. We leveren in 82 landen en hebben fabrieken in 4 landen. We zitten in 2 werelderfgoederen. Elke dag willen we de klant een hele bijzondere beleving meegeven. Je ziet die jury overleggen, zie je dat? Ja, dat gaat er hard aan toe. De winnaar, dames en heren, van de ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2018 in de categorie MKB Midden is geworden... Kiekeff Lightweight Containers! Wij gaan door, dames en heren, naar de volgende categorie. De categorie groot. En dat ben je als je meer dan 100 FTE onderbrengt. De echte grote kanjers van deze provincie. Over 2 jaar bestaan wij 150 jaar. Kun je je voorstellen, een bedrijf in Nederland bestaat 150 jaar. En we floreren als nooit tevoren. We leveren niet alleen de laatste producten, ook de ene laatste producten. En ook producten die wij terugnemen van onze klanten. Met 1600 medewerkers maken wij 7 dagen in de week. 16 uur per dag op 72 productielijnen, 25.000 kilogram groente en fruit die binnenkomen met 30 vrachtwagens tot allerlei producten voor Albert Heijn. Jury, als u wil gaan overleggen, je ziet ze allemaal van ja, hoe gaan we dat nou allemaal aanpakken? Wij gaan iets anders doen, dames en heren. Graag een daverend applaus voor illusionist en mindfucker Victor Mits. Jawel! Dank u wel! Hallo allemaal! Een hele goede avond. En wat ben ik klein, hè, in het echt. Ik hoor het u denken. Mijn naam is inderdaad Victor Mits. Superleuk dat ik hier vanavond, ondernemers onder elkaar, ook iets mag komen vertellen. En toen ik over vanavond ging nadenken, dacht ik, wat verbindt ons ondernemers nou allemaal? Nou, dat is voornamelijk dat we vinden dat we in heel veel dingen heel goed zijn. Dames en heren, Victor Mits was dat. Wij gaan, dames en heren, naar de uitreiking van de categorie MKB Groot. Koninklijke Verzet! Ja! Woo! Laatste prijs van vanavond, dames en heren, de publieksprijs. Jazeker, Fort Resort Beemster! Kom erbij. De winnaars! Ja! Woo! Dat zijn ze, dames en heren. We zijn natuurlijk heel blij met het winnen van de prijs, de erkenning die eruit voortvloeit. Dus super. Nou, ik had wel echt gehoopt, ook voor ons personeel waar we het natuurlijk ook voor doen,
Maar we hebben zoveel vaste gasten die ons een warm hart toedragen. En die hebben gewoon allemaal hun ding gedaan. Dus dat is heel fijn. Het is echt een bevestiging. We zijn enorm blij dat we in het licht worden gezet. En dat het onder de aandacht komt. Dat er gewoon een eenmalig fust is. Waarmee we de wereld gewoon beter kunnen achterlaten dan dat we hem hebben aangetroffen. Dus we zijn blij met de aandacht. We zijn super blij met de prijs. En we zijn heel trots op ons team die ons dat allemaal mogelijk maakt. En om het bedrijf zo mooi te bouwen. Het is echt bizar. Ja? Dat je, ik zeg het net achter de coulissen ook. Dat je 25 jaar knijterhard werkt. En dit is gewoon een stukje eer voor ons. Geweldig. Ja, heel, heel gaaf. Heel gaaf. Hoe voelt het voor jou? Ja, onwerkelijk nog. Het moet nog even indalen, zeg maar. Ja. Maar dit is echt fantastisch. De ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2018. Het was een avond vol spanning, maar vooral met heel veel inspiratie. Ik heb genoten en ik hoop jullie ook. Tot volgende keer.